Oké, ik heb aan een aantal vrienden van mij gevraagd om mij opdrachten toe te sturen die ik kan doen voor het begin van deze video. Dus laten we kijken wat ze hebben gestuurd. Oké. Doe 3 flips met je telefoon boven het water. Oké, ik denk dat ik het maar moet doen. Ik vind dit eigenlijk al eng. Ja. Oh, mijn handen zijn aan het zweten. Even een test. 3 flips. 3 flips, ja. Oké. Oh, 1, 2. Ja, ja. Dat was nummer 3. Oké, op naar het volgende. Probeer maar weer op de stoeprand te springen met het skateboard. Oké, daar zijn we dan. Ja, ik ben bang. Ik ben heel erg bang. Maar ja, ik moet het gewoon maar even proberen. Oh, kom op. Hij was close, hè? Oh, zo dichtbij. Ik ga te springen. Oké, dit wordt hem. Hey, gaat het of? Waarom gebeurt dit altijd? Waarom gebeurt dit altijd? Op naar de volgende. Oh, dit is een leuke. Iedereen heeft 10 seconden om de video te liken. En als je dat hebt gedaan, heb je geluk voor de rest van de week. Oké, ik ga snel de video liken. Oké, deze was 10 euro waard. En deze bal is 100 euro waard. En nu gaan we erachter komen welke van deze 2 beter is. Alleen durf ik nu eigenlijk al wel te wedden dat de 100 euro bal echt veel beter is. Let maar op. We gaan beginnen met de vrije trappen. En het eerste schot is met de 10 euro bal. Wow, dat had ik echt niet verwacht. Oh man. Ja, er is waarschijnlijk gewoon iets mis met die bal. Ik denk dat ik even nog een test moet doen. Nu ga ik proberen allebei de ballen in de kliko te schieten. Nu ga je denk ik wel zien dat de 100 euro bal zeker beter is. Eerst de 10 euro bal. Oké, dat was weer onverwacht. Nu de 100 euro bal, die gaat er nog veel mooier in. Man. Oké, ik moet hem eerst zien proberen vanaf te krijgen. De laatste test is de panna test. En nu gaan jullie echt zien waarom die 100 euro bal zoveel beter is dan de 10 euro bal. Ik durf te wedden dat ik echt een hele mooie panna ga maken met 100 euro bal. Let maar op. Pak hem maar. Ja, Mens down. Stop. Oh! Second man. Oh, gelijk. Jij bent binnen 2 seconden, bro. Dat is de 10 euro bal, hè? Oké, nu met de 100 euro bal. Gaat het? Wat heb je gedaan? Ik denk dat ik hier blijf, hè? Dat kunnen we er wel uitknippen, toch? Nee. Jullie kunnen een bal gaan winnen. Ja. Wie als eerste bal in de kliko schiet, mag de bal houden. Oké, nummer 1. Kom aan. Oh, dat was bijna gelijk. De spanning is om te snijden. Kijk er. Die is goed. Weer een draaitje. Zo dichtbij. Hey, ik vind het gewoon spannend. Kom op, hè. Dit was jammer. Dit was heel jammer. Focus. Oh! Alsjeblieft. Kom maar ook op jou. Mag niet. Ja, oh, kijk, dan verdient het helemaal. Oké, okay, jongens. Gaan we nog een potje doen? Zou ik gewoon nog een bal pakken dat we nog een winnaar hebben? Ja, maar. Oké, okay, geef hem een momentje. Nieuwe bal, nieuwe kansen. Dichtbij. Jongens, daarachter als je de... Oh! Pak de focus, hè. Als jij deze maakt, is die bal voor jou, ja? Oké. Okay. Deal? Ja. Oké. Okay. Oh, man. Wat een deal. Spanning. Ja, echt niet. Ik had sowieso een hele slechte bal. Dus hier ben ik Maar dan is het helemaal top. Oké, ik heb een challenge. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Oh, dat is wel een probleempje.